De meest spannende gebeurtenis van de laatste 10 jaar zie ik als het consumentengedrag. Beter geïnformeerde consumenten, het anders winkelen, meer leisure, meer pleasure. En daarnaast is ook heel relevant geweest de economische ontwikkelingen, de crisis voor vastgoed, financieel. En dat heeft dus eigenlijk veel retailers ook verrast in de nasleep, denk ik, van de afgelopen jaar. De huidige situatie van de retail zie ik eigenlijk als een hele grote shake-out dat heeft plaatsgevonden. Waarbij eigenlijk alleen de sterke, professioneel opgestelde retailers over zijn gebleven. En ik verwacht ook dat in de komende jaren vooral die retailers overblijven die sterk innoveren. En die dus ook echt professioneel blijven werken. Het succes van de Wolkieshop is min of meer te verklaren dat we zeggen van zijn echt gefocust geweest op de consument. Waarbij we dus hebben gekeken naar unieke producten, kwalitatief hoogwaardig. En in die niche zijn we eigenlijk heel erg succesvol geweest. In 2014 gaan wij onze laatste 4 winkels in Nederland nog innoveren. Een nieuw interieur erin, zoals u hier ook op de achtergrond een beetje ziet. Waarbij we daarnaast verder gaan met de implementatie van het RFID-traject in onze processen. En waarbij we dus echt in de toekomst ook de bedrijfsvoering nog beter willen afstemmen. En ook ten aanzien van omnichanneling, dat we meer daaraan aandacht geven. Omnichanneling in de retail is eigenlijk een heel logische ontwikkeling vanuit de consument gedacht. We zijn zelf ook allemaal consumenten. En voor onszelf zijn die dingen juist heel erg logisch. Dat je dus eigenlijk één bedrijf ziet en hoe je hem benadert, via welk kanaal is eigenlijk niet spannend. Je verwacht gewoon dat iedereen alles weet. Voor onze processen waren we vroeger altijd traditioneel, dat we de offline winkel en de online winkel eigenlijk apart hadden. En we proberen dat nu helemaal optimaal in elkaar over te brengen. En wij willen gewoon dat onze klanten gewoon verwend worden en dat we gewoon optimaal de service kunnen doen zoals de klant het wil beleven. Je zou naar Rotskoornoon in retail moeten komen, omdat je daar een stukje inspiratie zou kunnen verwachten voor je eigen bedrijfsvoering. Nieuwe ideeën kunt opdoen en misschien ook een stukje netwerken.